Wordt dit straks jouw nieuwe collega? Op de Brainport Industries Campus wordt geëxperimenteerd met zelfrijdende robotkarretjes. Dat is onderdeel van het innovatieprogramma Fabriek van de Toekomst. En dat is nog lastiger dan het op het eerste gezicht lijkt. Door die robots mobiel te maken, zijn er ineens heel veel meer mogelijkheden, maar ook meer uitdagingen. Want dan gaan ze dus ineens die machines dichter op elkaar zetten. En die maakbedrijven gaan die machines dichter op elkaar zetten. En in die ruimte daartussen gaan die robots rijden. Nou ja, dan kan je je wel voorstellen dat je daar even goed mee moet experimenteren, voordat je zeker weet dat het allemaal werkt. In dit zogenaamde Field Lab wordt de veiligheid getest. En er worden mensen opgeleid om met deze robots te werken. Bij de Brainport Industries Campus zitten veel toeleveranciers voor de high-tech Brainport-industrie. Dit onderzoek maakt deel uit van het optimaliseren van die keten. Uiteindelijk zien wij een toekomst voor ons waarbij je echt 24/7, hè, dus 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zeg maar, dat transport kan plaatsvinden. En dat als bijvoorbeeld die goed getrainde machinewerker naar huis gaat aan het einde van de middag, dat dan de logistieke systemen de producten vervoeren en weer klaarzetten automatisch op de machines. In 2020 moet er meer duidelijk zijn over de precieze toepassingen voor de robotkarretjes. En tot die tijd rijden ze lekker door in hun testomgeving.